Komen hier in de haven, hè? Daar zit allemaal zijn zet op de vloot. Maar dan hadden we inmiddels al gezien dat een dik daar bij aan de Zandvoors dik, zeg maar zeggen, dat daar al een stekje geslogen was. Dus toen begon het al een beetje te nippen, zeg maar zeggen. Dat je zei, ja, het zit misschien aardig niet goed, maar toch niet van de deur, denk ik. Dus we komen in de haven, schutjes daar. Ja, jongen, wat is er hier gebeurd? Toen we daar langs voeren? Ja, heel de boer zit onder water. En nog eigenlijk het besef niet dat er... Ja, wat er eigenlijk precies gebeurd was, ik weet niet waar je hazen zitten in zo'n tit. Fijn toen de wal aan. Ten eerste die ik tegenkwam was me vroeger een baas, Dirk de Jager. Ik zeg, wat is er in dorp aan de hand? Nou, je zit alles te onder water. Ik zeg, heb je nog wat van mevrouw en kinders gehoord? Die zijn deze me niks van bekend. En al die mensen die stonden me maar aan te kijken. Maar ja, er is niemand die wat dus te zeggen. Van achter bekeken was het bericht dat mevrouw en kinderen verdronken waren. Maar ja, ik zei, weet je wat, toevallig me kijken net over een dik. En toen waren ze met de reddingsflat van ons bezig, die hadden ze s'nachts over een dik gehaald. En toen ben ik in die, ik zei, geef hier die reddingsflat. Ik zei, maar geweest ons eigen volk opzoeken. En die waren ons eigen vrouwen en kinderen, dan ben je tenminste naar gerust gestaan. Het dorp in, over de voorstraat hier met de boot, kon er niet heen. Toen achteromheen, en daar kwam ik dan bij mijn ouders dus. En er zat alleen een broer van me met een zwager, die zat op zolder. Ja, we hebben daar wel lui. Ik zei, die ben vannacht met een auto ben die naar Melissant vertrokken. Ik zei, dan zit die, goddank zit die veilig. Ik zei, wat van vrouwen en kinderen gehoord? Nee, dat was het enige antwoord wat ik kreeg. Toen deur. Ik kon zelf bij mijn eigen niet de slop. Ik kon van de voorstraat, ik kon ik voor hem wat bereiken, maar achter had ik een slop waar die flat niet deur kon. Dus toen ben ik over de achterweg zo door het zogenaamde kooi maar slop gegaan. En toen waren er mensen en troepen, het was uit het domineesgebouw was dat. En er zaten veel mensen zat daar op zolder, met name veel oude van daar. Kan je deze mensen er vast niet op een dik brengen, dan ben je vast veilig. Je denkt dan op zo'n moment niet aan je vrouw en kinderen meer. Pak aan die mensen, dat waren allemaal mensen van ja, 70 jaar zo gemiddeld. Er waren ook een deel zieken bij, die eerst aan een dik gebracht. Maar ik had er eerst al gevraagd, ik zeg, weet je wat, van mijn vrouw en kinderen. Mijn schoonvader zat er ook op zolder bij de dominee. Ik zeg, weet je wat van Jannetje en de kinders? Ja, die ben vannacht weggegaan. Ja, wat nou? Fijn, maar had die mensen dan dik gebracht. Toen ben mijn deur gekomen, toen ben men hier bij dit huis. Bij het, voorheen zat hier een schoolarts. Zat hier in dat tegenwoordige gemeentehuis, er zat toen een schoolarts in. Hier wezen vragen, narig is vrouwen en kinders te vinden. Toen ben men hier maar in de omtrek gebleven. Toen had met name eerst hier wethouder Mozes met zijn gezin er weggehaald. Daar aan de overkant stond een husje. Dat was, zoals Willem dat noemen, Gert Bol. Die zat er op zolder. Daar hadden we een uur bezig geweest om het hout weg te halen. Boterkisten van alles zat er. En die man die had me aan de plaats, die zat met een kleinkind van zijn. Daar was er een jarig geweest daar en er was een kleinkind was daar gebleven. Die zaten ze mee op zolder. En nu kan ik me eigen goed herinneren. Het gekke is wat die man het eerste aangaf, dan mocht heden en dagen nog om lachen, het was een fles zouden klaren. Dat gaf van eerst aan, die zit hier jongens, die zit voor de kou vast. Dus ja, toen gaf van aan de kind dan en die hadden we ook hier binnen gebracht. Toen ben we dan begonnen met hier Mozes en heel de familie, die hadden ontzettend veel, dat had je gehoord, dat er heel wat zat erbij. Toen ben we hier vandaan dan begonnen om naar die lange weg. Daar stingen de huizen die stonden op deurbreken, die waren allemaal werden die gebroken. De kampen waren er van onder, dus die kon ieder namelijk instorten. Er waren ook nog een zuster van. Daar hadden we dan met veel getop en gemoeite, ook nog met arbeiders erbij. Je zal zeggen, ja, we waren bereid over arbeiders. Maar het was ook een broer van de wethouder hier en die was bereid om ons toch te helpen, omdat je geen andere mensen binnen had. En die man die heeft nog reusachtig geholpen. Ben we er in de lange weg gekomen. En toen liep er smiddags zo'n ontzettende vloed, hè. En hard waai, en die mensen maar roepen schreeuwen daar. Ben men daar op plaats, ben men daar toch nog terechtgekomen. 3-4 keren ben men teruggewaaid van de plaats, ben men dan naartoe gegaan. Dus dan hadden we dan een deel mensen daar van die zolder gehaald. En die mensen aan elkaar geregeld zitten steunen. Aan de ene kant waren de gemeentehuizen, aan de andere kant woonde de melkboer. Bij die melkboer was die ziegevel teruggeslagen. En die andere mensen die zaten op het middelste gedeelte van 4 huizen. En daar waren de ziehuizen allebei al van onder geslagen. En die zaten elkaar te steunen, zie je bij mij nog wat, hoe gaat het beneden, nee, gaat allemaal best. Zo had die mensen elkaar dan de moed erin gehouden. En zo was ze dan elkaar gesteund. Fijn willen had die mensen er allemaal uitgehaald. Toen werden we hier goed nog wel terug. En toen horen we geschreven van de andere kant. Van achter bekeken was dat een onderwijzer, met een hele kleine baby nog, en nog een gezin was erbij.
We hebben achter gemeentes hierheen gevaren, tegenwoordige gemeentes dan. Met die flat. Overal dan een boom, dan een pijlen. Fijn, zo ben men daar neergetopt. En die schoolmeester die geeft een deken aan. Die zegt, pak dat eerst maar aan. En naar de hand lach je daarom natuurlijk. Ik lag die deken er, ik zei, wat zat erin? Die zegt, er zit mijn baby in mijn 6 weken. Oh, die been. Ik wist niet of ik de kind bij de kop had of bij de beentjes. Ik had het zomaar in die flat geleid en zo ben ik dan hier neer komen rommelen. Diezelfde reis toen ben ik dan ook, hadden dan alles opgepikt wat dat er nog onderweg was. Toen kon men dan zo varen komen achter een schuren heen op de achterweg. Toen ben ik dan bij mijn eigen huis terechtgekomen. Over dek even heen. Er stond nog een gezin, stond er boven op dek die ertussen woonde. Die komen van de volk en die bereiken die allemaal gelijk meegenomen. Vrouwen en kinderen nergens te vinden. Dus ja, zo ben ik dan, gaan we dan de nacht aan gedaan. En 2 dagen later kwam ik dan te weten dat mijn gezin in Dirksland was.